DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons wil dat rekenkamerverslagen toegankelijker worden gemaakt voor de samenleving. Dat zei ze tijdens de openbare vergadering vandaag in het parlement. Op de agenda stond de voortzetting van de behandeling van de wet Rekenkamer Suriname, die voor het laatst is behandeld op 2 juli. Simons is van mening dat de verslagen zodanig vereenvoudigd moeten worden dat ze makkelijker verstaanbaar zijn voor de totale samenleving. Dus dat is de reden van het verslag aan het parlement, omdat het parlement de controle uitoefent op de regering natuurlijk. En dat verslag voor ons erg belangrijk is. De reden van het verslag aan de regering is omdat de regering ook zichzelf moet controleren en kijken of ze goed bezig zijn. En zoals we nu straks met de comptabiliteitswet bezig gaan zijn, zie je de pogingen al in die comptabiliteitswet door de minister van Financiën, die verantwoordelijk is voor dat financieel beheer, om de rest van de takken van de regering ook in regels te geven van hoe ze zich dienen te gedragen met betrekking tot uitgeven van geld, rapportage en zo. En dat ligt eigenlijk in het verlengde van wat de Kamer doet. En daardoor moet de Kamer ook rapporteren aan de regering. Nu zegt Lejogi, er zijn brieven geschreven aan de minister van Financiën. En de minister van Financiën heeft niet gereageerd. We hebben een verslag gehad daarover van de Kamer. Dat er geen reacties is gekomen van bepaalde ministeries en van anderen wel. Ik weet niet of er daarna nog verslag is gegaan van minister Financiën naar de Kamer. Dat kan, dat intussen, sinds de laatste publicatie van de Rekenkamer, dat er wel gereageerd is. Ik vraag aan de regering om ons die informatie te verstrekken. Simons, die ook initiatiefnemer van de wet is, kreeg na haar redevoering kritiek van de oppositie. Zo stelde VHP-parlementariër Mahinder Yogi vragen over het laatst uitgegeven verslag van de Rekenkamer. Voorzitter, dit verslag van de Rekenkamer is van 28 maart 2019. En het laatste schrijven van de Rekenkamer aan de minister van Financiën is van 28 februari 2019. En toen was er nog geen antwoord, voorzitter. Voorzitter, maar niet alleen dit. Omdat de minister... Nee, Lejogi, concreet even uw vraag. Ja, concreet toch? Ja. Omdat de minister hier een aantal dingen heeft aangegeven en probeert de regering in verdediging te nemen. Lejogi, even concreet uw vraag. Concreet, mijn vraag is, voorzitter, via u en via de initiatiefnemer aan de regering. Waarom hebben alleen het ministerie van Arbeid, Binnenlandse Zaken, Defensie, Handel, Openbare Werken, Sociale Zaken, Ruimtelijke Ording en Volksgezondheid gereageert op het schrijven van de Rekenkamer, voorzitter, over de begrotingsrekening en de andere ministeries niet, voorzitter. Wanneer? Oké, dat is duidelijk. Het lid Yogi die stelt een vraag in feite aan de regering. Hij herhaalt eigenlijk mijn vraag, omdat ik heb aangegeven dat wat in het verslag van de Kamer stond, enige tijd terug is en ik heb de regering dan gevraagd om ons mede te delen of intussen degenen die geen reactie hadden gegeven wel in overleg zijn getreden met de Kamer, want dat is natuurlijk verder van belang. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simons en daarvoor VHP-parlementariër Mahinder Yogi. Ze spraken vandaag in de Nationale Assemblée over de ontwerpwet, initiatiefwet Rekenkamer Suriname.